Meneer Wim Wilhezen van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. Wij staan hier bij Jachtlust in Hertme en er is hier van alles gaande. Wat gaat hier gebeuren? Hier krijgen we voor de eerste keer de slipjacht Hertme. We gaan van hieruit gaan we met een aantal leden, dat zullen er ongeveer een 25 tot 30 zijn, gaan we een slipjacht organiseren. Door deze prachtige gebieden hier vanuit Hertme richting Albergen en van daaruit weer richting Zenderen. En dat we hier weer terugkomen, wat al met al een 20 kilometer in beslag zal nemen. En even voor de goede orde, er gaat vandaag geen vos dood, want hoe gaat dat in zijn werk? Er gaat niemand dood. Tenminste, ik hoop het niet, laat ik het zo stellen. Nee, het is eigenlijk iets wat in scène gezet wordt. Vroeger werd dat natuurlijk wel gedaan, dat de vos gejaagd werd. Maar tegenwoordig is het eigenlijk zo dat we dus bij ons op de kennels in Leusden, daar hebben we dus ook wat vossen. En die urineren op een aantal doeken die we daar ook in de kennel hebben liggen. En die doeken die worden eigenlijk in drie runnen, dus in drie stukken, worden die eigenlijk hier door het trein heen getrokken. En dan gaan de honden, dat zijn foxhounds, die volgen dan dat spoor. En nu is het zo dat we dus dat in fases dus eigenlijk die runnen uitzetten. Want anders halen we, als ruiters zijn, halen we dus het spoor in. Of de sliptrekker in, laat ik zo stellen. En nu is dat al een hele oude traditie, las ik. Ik heb ook de spelregels doorgeworsteld. Heel veel veiligheidsregels uiteraard, maar ook veel etiketten. Ja, ik persoonlijk houd ik daar ook van dat het geen rommeltje is. We houden van echt gedisciplineerd rijden, want voor ons is het van belang dat het klopt. Kijk, we hebben met mensen, we hebben met dieren, we hebben met het buitenleven te maken. Dan is het wel van belang dat je probeert alles uit te sluiten wat niet moet gaan gebeuren. En dat we dus graag, zeg maar, weer het jaar erop, dat we dan weer zouden kunnen komen. Want het is wel een eenmalig iets natuurlijk wat je iedere keer doet. Je gaat over een terrein van een grondeigenaar. Waar wij als jachtcomité, waar ik dus thema's ook ondersteun, toch wel gegund krijgen om over een stuk terrein van hun te gaan. En wat dan toch niet zomaar even 1, 2, 3 zo allemaal toegezegd wordt, laat het zo stellen. Dus daar horen net de regels bij. En wat ik ook heb begrepen, dat las ik, de honden zijn heilig vandaag. De honden zijn altijd heilig. Wij volgen de honden, dat is sowieso. En daarachter hebben we dan de master die eigenlijk over de honden gaat. En die heeft dan, zeg maar, een equipage, zoals men dat dan noemt. En die equipage, dat zijn dan de wippers in. En die zorgen ervoor... De wippers in? De wippers in, ja. Dat zijn dus mensen die dus een stokje bij zich hebben. Om dus de honden, in het gereel te houden. Dat die dus, zeg maar, bij de route blijven. En dat die dus niet van de route afgaan. 30 jagers ongeveer, hè? 25 tot 30, ja. Ja. Het is een heel spektakel. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier. Ik hoop dat het allemaal goed, dat het weer ook een beetje mee zit. Want het is opgehouden met regenen. Maar, De weersomstandigheden zijn wat dat betreft wel heel goed. Gelukkig is de grond, want verleden jaar hebben we het afgelast omdat we het toch eigenlijk allemaal te nat vonden. Ook in overleg met de grondeigenaren, want dat is voor ons natuurlijk wel de belangrijkste groep waar we mee te maken hebben. Want die moeten het ons toch echt wel toestaan dat we daarmee over hun terreinen heen kunnen. Voor dit jaar ziet dat er echt wel heel goed uit. Dus daar ben ik wel blij mee en ik denk ook dat het dan daardoor ook wel heel goed zal gaan verlopen. Heel veel plezier, veel succes. Dank u wel. U ook. Björn Weghorst, jij bent hier ook een belangrijke man vandaag, want zonder jou was dit allemaal niet tot stand gekomen, onder andere door jou. Wat heb jij gedaan? Nou, Wim heeft mij een 2 jaar terug benaderd voor de organisatie voor de slipjacht hier in Hertme. En
Omdat we hier zelf ook uit het gebied komen, kennen we ook veel grondeigenaren. En zo is de communicatie naar de grondeigenaren, boeren, is gewoon handiger, makkelijker en verloopt soepeler. En zodoende kun je dan meer helpen, zeg maar, hier in de organisatie van de slipjacht. En zodoende hebben we een hele mooie route, denk ik, op de been gekregen en gaan we die straks rijden. Ja. Want was het moeilijk, want je gaat allemaal over eigen grond. Hè? In Nederland heb je weinig gebieden waar wat niet van iemand is. Was het moeilijk om toestemming te krijgen, om medewerking te krijgen? Nou, doordat je dicht bij de boeren staat, ook vanuit mijn vakgebied, is het wel makkelijker om met de boeren te overleggen van hey, mogen we dat stuk gebruiken en ook hoe ligt de grond erbij. Dat moeten we wel goed eerst bekijken. Zoals gisteren hebben we ook echt 19 kilometer de hele route gewandeld, zeg maar, gelopen. En zo kom je ook achter hoe de bodem, hoe die erbij ligt. En dan loop je ook niks kapot. En als je dat met de boeren communiceert, dan zijn ze eigenlijk heel vriendelijk door te zeggen van ja, ga er maar overheen en heel veel succes. Ja. Iedereen vindt het ook wel een beetje een happening natuurlijk, want zo vaak komt het niet voor. De eerste keer überhaupt in Hertme, heb ik begrepen. Klopt, het is de eerste keer en ook inderdaad net wat jij zegt, het is best uniek. En het is ook wel een verschijning wat er dus straks langskomt en dat zijn de boeren zijn ook wel enthousiast. Ja. En je moet natuurlijk ook hier en daar over een drukke weg, de Albergenweg en de N743 denk ik. Hoe heb je dat geregeld? Nou, we hebben ook met de groep hier de verkeersregelaars geregeld, de gemeentes weten ervan. Dus, en daarbij is ook de veiligheid staat hoog in het vaandel, dus we gaan echt de weg ook 5 minuten van tevoren echt dichtzetten, zodat ook niemand meer langs kan. Communicatie is geregeld, dus eigenlijk weet iedereen, staat op zijn plek en weet wat hij moet doen. Ja. En nu een beetje zenuwachtig of het allemaal wel goed gaat? Ja, wel spannend ja. Ja, en ik hoop dat net alle lintjes nog even gecheckt of ze niet zijn weggewaaid, maar dat gaat allemaal goed. Dus blij mee. Ja. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Dit is een peer waar alleen iets wat dingen te doen.